Wie plannen heeft om in de omgeving van Schiphol te gaan wonen of daar al woont, kan vanaf 14 december voor extra informatie over de luchthaven terecht op de website van het bewonersaanspreekpunt Schiphol. Hiervoor is de nieuwe tab toegevoegd, Wonen bij Schiphol. Als je op Wonen bij Schiphol klikt, dan krijg je eerst algemene informatie. Je kan ook zien hoe het bij jou in de streek, in de regio is. En je kan ook met je postcode klikken op je huis. En als je dan op je huis klikt, dan kan je zien hoe hoog de belasting is, hoeveel decibel dat is en hoeveel vliegtuigen er zo per dag overgaan. Tot nu toe was deze informatie minder makkelijk toegankelijk. In opdracht van de Alderstafel heeft de provincie Noord-Holland alle relevante informatie op één punt samengebracht. Als je een huis koopt, wil je altijd weten wat er nou precies allemaal rond het huis aan de hand is. Nou, dat kan je dus nu mooi zien met deze site. Je zou ook kunnen zeggen, het is een informatieplicht die Schiphol behoort in te vullen, maar dat gebeurt dan ook nu op dit moment. Ook vermakelaars die maken mooie folders van kom wonen in het groen en die zijn daar ook niet al te duidelijk over. Dus het is heel goed dat iemand die overweegt om hier nu een huis te gaan kopen, zeg maar, daar informatie over kan vinden op een makkelijke manier. Op het moment dat bezoekers ons vragen van hoe zit het hier met het geluid, geven wij onze impressie en natuurlijk ook de tip om zelf te gaan luisteren. Dat geeft kopers alleen maar de kans om een betere keuze te maken of ze uiteindelijk hun woning willen kopen, ja of nee. En daar ben ik blij om. We zijn ook bezig met een geluidskaart voor heel Noord-Holland. En die vormt weer een onderdeel van de Atlas Leefomgeving. Die gaat binnenkort ook de lucht in. Nou ja, zo kan je op internet tegenwoordig precies zien wat er allemaal rond je huis aan de hand is.